Hallo, ik ben Lucinda Douglas en mijn leven neemt een waanzinnige vlucht. Ik denk 70 dagen geleden ben ik begonnen met een programma dat heet Famous in 100 Days. En ik dacht, ik wil twee dingen bereiken. Want eerst heette het Fit and Famous in 100 Days, maar ik dacht één boodschap communiceren is meer dan voldoende. Inmiddels ben ik 10 kilo afgevallen. Oké, bijna 10 kilo. En er gebeuren gewoon, ja, doorlopend waanzinnig mooie dingen. Ik ben ook natuurlijk al begonnen met El Mastermind. En dat neemt een internationale vlucht. En vooral nationaal wordt het heel hoog aangeschreven. Ik heb de mooiste, beste bedrijven van Nederland en wereldwijd doen mee. En Famous in 100 Days legt mij ook geen windeieren. Want het wordt opgemerkt in Engeland, in Zuid-Afrika, echt all over the world. Het is een heerlijk van een Nederlandse inhoud, een Engelse naam. En ja, ik ben gewoon totally over the moon over het feit dat als jij jouw zinnen zet op Famous in 100 Days, dat het ook zoveel impact heeft op je leven, op het leven van anderen. Maar vooral op dat 10 kilo wat ik nu kwijt ben, waar ik super trots op ben. En hoe doe je dat? Nou, ik heb een gesprek gehad met Roland Kaan. Hij is natuurlijk wel de eigenaar van Cool Cat en van M&S Mode en America Today. En ik vind het een waanzinnige man. Dus hij zei tegen me, Lucinda, stop met de koolhydraten. En ik moet eerlijk toegeven, de eerste paar weken was ik erg moe. Maar inmiddels, ja, weet je, ik voel me energiek. Ik voel me goed. Ik vind ook dat je ook moet kanaliseren. En ik heb genoeg energie, drink genoeg water. En vooral dat koolhydraten en lief zijn voor jezelf, goed zorgen voor jezelf. Nou, ik zie er nog steeds niet uit als de catwalk model. Maar ik wil gezond zijn. Ik wil vooral gezond zijn. En dat vind ik misschien nog de mooiste drijfveer. Dat ik respect heb voor mezelf en liefde heb voor mezelf. En als ik mezelf weer op het podium zie en de foto's terug zie, dat ik denk van wow, wat is dat gaaf. Nou, binnenkort natuurlijk wel op het podium in Nigeria. Vandaag weer op het podium. Maar voor Nigeria weet ik wel zeker dat ik daar sta en ik ben trots op mezelf. En ik denk, wat ben ik geliefd door mij. Dus ik hoop ook dat als jij denkt van, how to lose the 10 kilos, stick around with me. You know, just stick with me. En ik mag je altijd op coachen, want het heeft alles te maken met doelgericht, daadkrachtig en vooral respect en waardering voor jezelf. Nou, ik wens jou een waanzinnige dag toe. Volg mij op YouTube, want ik ga het gewoon vaker doen. Ik ga het je vaker deelgenoot maken van mijn leven. Want er gebeuren zoveel waanzinnige dingen dat het bijna noodzakelijk is om deelgenoot ervan te zijn. Ik wens je heel veel succes en plezier. Een hele mooie dag gewenst. Doei doei!